Sony Media. Hey mam. Hey Joël. Ik sta weer voor de deur, as usual. Doe je even open? Tuurlijk, schat. Leuk je weer te zien, as usual. Het is altijd een feestje als ik jou zie. Ja, ik zie het alweer aan je ogen. Waar ben jij mee bezig deze week? Nou, ik heb deze week wel echt een wat minder leuke, spannendere week gehad. Vertel. Ja, nou ja, ik ben aan het afstuderen, mam. En daarbij hoort ook scriptie schrijven. Oh, je hebt scriptiestress. Ja. Ja, ik ben goed in lullen en dat, maar ik kan niet... Maar wat is dan de stress? Waar gaat het over? Ja, dat is nog een geheim. Want ik ben mijn eigen opdrachtgever, dus dat wil ik nog niet vertellen. Zo, maar dat maakt het toch juist wel makkelijk dan? Ja, maar nee. Ik heb dat liever als de scriptie gewoon klaar is, af en klaar. Dan kan ik het wel met een gerust hart vertellen. Maar heb je niet veel mensen om je heen die een scriptie geschreven hebben, die daar gewoon heel veel ervaring mee hebben? Jawel. En je kunnen helpen erbij? Jawel. Maar ik weet niet. Ik heb ook wel iets in mij of zo dat ik het leuk vind om mezelf uit te dagen om het gewoon zelf te doen. Gewoon uit. Maar daar heb je wel een jaar de tijd voor, geloof ik, toch? Ja, zoiets. Maar dat is helemaal niet de intentie die ik wil hebben. Ik wil het gewoon het liefst lekker na de zomer afronden. Voordat het nieuwe jaar weer start. Dus vandaar, druk, man. Bezig. Nou, maar wel leuk druk. Maar wel, ja. Het is wel stressvol. Nou ja, ik heb zelf nooit een scriptie hoeven schrijven, dus ik weet niet hoe dat werkt. Nee. Ik heb ook geen mensen in mijn omgeving hebben moeten doen. Ik heb ook bijna niet in mijn omgeving. Want de meeste spelersvrouwen hebben, die ik ken, nog nooit een scriptie geschreven. Nee. Maar ik moet zeggen, het is best wel flexibel. Mijn school die geeft best wel wat flexibiliteit. Dus dat is wel heel fijn. Maar het is, ken je dat? Je moet er gewoon echt even zo'n paar dagen voor inplannen en dan gewoon beginnen. Is altijd het lastigste. Misschien kunnen mensen een DM sturen om jou een keertje te helpen met een probleem. Ja. Een scriptieprobleem. Ja. Hoe zou dat zijn? Ik heb gewoon moeite met een soort zinsopbouw. Zal wat ik zeg? Want het komt ook door dat ik natuurlijk, weet ik veel, 6-8 jaar op de internationale school heb gezeten. Dan weer naar Nederlands. Ik bedoel, ik weet niet eens wat het kofschip is. Weet jij wat het kofschip is? Ik heb dat nog nooit geleerd. Ik maak geen grap, mam. Ja, maar daar mijn ga je Nederlands grammaticaal over. Is zo slecht. Ja, maar dat kan je allemaal vertalen. Nu tegenwoordig heb je Google en dan heb je van die vertaaldingen, die nemen dat allemaal over. Mam, ik heb al zelfs moeite met DT. Oh. Mam, ik heb dat gewoon nooit zo goed, meegekregen lijkt wel. Dus dan daar word ik dan... Ik ben niet heel erg een onzeker persoon, maar als ik ergens een beetje onzeker van word, is het echt een tekst schrijven. Echt gewoon een onderbouwd wetenschappelijke van tekst. Van A tot Z. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, jij gaat wel eens van hak op de tak met gesprekken en dingen. Ook. Ja, maar dat doe ik ook. Ik praat zeg maar als ik schrijf. Dus dat is niet goed. Het is echt zo'n praattaal. Ben je wel lekker jezelf? Kom wel goed. Ja, weet ik. Ik heb er volledig vertrouwen in. Ja, maar het is echt onderschat scriptie schrijven niet. Want het consumes you gewoon. Het zuigt zoveel energie. Oké, nou ja, mijn week was wel anders. Want ik had een zakelijke bespreking. En ik had natuurlijk weer... dat kan echt alleen maar mij weer gebeuren. Ja. Dus op een gegeven moment, ik ga er naartoe. En ik zit in de auto. En ik had snel een spijkerbroek aangetrokken. Voelde al dat hij een beetje strak zat, maar ik dacht, oké, weet je wat, snel haasten. Want de hele stad is natuurlijk opengebroken, dus je doet er wat langer over tegenwoordig. En op een gegeven moment, ik kom daar voor de deur aan en ik denk, ik pak even mijn tas die op de achterbank ligt. En ik draai me om, ik pak die tas en ik hoor zo... Mijn hele broek in een L-vorm, zo'n stukje, mijn hele broek, zo'n scheur erin. Toen dacht ik, en nu? Ik kan niet meer terug naar huis. Die mensen, het was echt gewoon 11:45. Die mensen wachten op me. Wat moet ik doen? Alleen jij ik kon hem niet doorschudden. Want hij zat echt helemaal zo over mijn bilnaad schuin open. Je zat gewoon in je blootreet. Ja. Lekker. Aan één kant gewoon helemaal open. Wauw. Ja. Dus dat toen dacht ik, ja, shit, en nu? Toen vond ik gelukkig nog zo'n sporttruitje in de achterbak. Maar ja, echt, ik liep zo de auto uit. En toen knoopte ik dat maar om me heen. Maar het was echt gênant. Oh. Gênant. Dus ik dacht, als je maar niet achter me gaat lopen... Nou, wel lekker luchtig. Ja, maar je weet toch dat je dan wat wil pakken of je moet opstaan. Dan dacht ik, ik hoop niet dat ik een rondleiding krijg. En dat hij ineens achter me loopt of zijn vrouw loopt achter me. En dat ik dan met zo'n... het was echt net aan ook.
Ja, dus jij dat, weer. Dat heb ik weer. Ja. En het was ook nog eens een zakelijke bespreking. Het was een zakelijke bespreking. Nou, en dan zit je met je gedachten ook. Ja, zit iedere met keer zat hij verhaal te vertellen. Dacht ik, oh, ik hoop niet dat je. Ik hoop niet dat je dat. Ken je dat? Dat je denkt, oh, ik hoop niet dat het zichtbaar is. Ja, of dat hij nog verder doorscheurt. Of dat je het hoort. Dat je zo. Oh. Ja. Ja, dat had ik dan weer. Nare ervaring. Ja, maar dat kan dat soort dingen gebeuren. Maar ik moet gewoon een extra koffer in mijn auto doen. Voor dat soort dingen. Ja. Wauw. Ja. Nou, dan duurt een bespreking lang, hè? Ja, dat duurt een bespreking echt lang. Ja. Of kijk Fuck. Even in het laadje daar. Of daar ligt dat dat je moet bukken om wat te pakken. Ja. Dat je denkt, oh please, laat me dat niet doen. Nou, dus dat was eigenlijk een beetje mijn blunder deze week. Nou, ik moet zeggen, ik heb dat ook wel eens meegemaakt, hoor. Dus ja, maar zo ik erg als precies... je zakelijke bespreking moet? Ja, ik heb niet een hele kleine bil. Ik heb maar dat maakt niet uit. Die broek zat gewoon te strak. Of ja, het heet gewassen. Ik weet niet wat het was. Ik heb dat ook wel eens gehad. Maar het was wel gênant als je dan op een gegeven moment al onderweg bent. En je bent al op bestemming. En dan zit je met zo'n scheur in je broek. Ja, dat is echt... Ja. Nee, dat was echt, ik wist ook niet waar ik het zoeken moest. Erg is dat. Ik had ook niemand in de buurt. Het was een industrieterrein. Ik had niemand in de buurt waarvan ik dacht, oh, die woont daar, ik rij even snel langs. Ja. Nee, ik zou dan echt terug moeten in de stad. En de stad is echt Mekka geworden. Het is maar één richting verkeer. Mm-hmm. En voordat je die stad al uit bent, zijn we alweer 40 minuten verder. Ik moet ineens denken dat ik dit... Vroeger had jij een soort zomerse Missoni jumpsuit pak. Kan je die nog herinneren, een beetje met kleurtjes? Ja. En die eindigde dan zo, tot aan je borsten, strapless. En ik was zo fan van dat pak. Het zat zo lekker luchtig. En je weet, ik hou van luchtige kleding, best wel in de zomer. En ik had dat pak aan naar op Ibiza. En ik ging bij Coco Beach met mijn vrienden eten. En er was een vrouw die. En er zaten overal gaten in die Missoni broek. Maar ik kon het gewoon niet loslaten om die broek weg te gooien. Ik vond het weet je hoe zo oud armoedig. Dat pak is? Ja, mam. Zo oud. Maar ik kon het niet laten. Want ik dacht. Ik vind het gewoon zo'n leuk pakken. En dan kan je niet even zo snel een naald en draad in dat is in zo, doen. Zeg maar, zo geweven. Ja, zo geweven. En nou ja, en ik kon het gewoon niet loslaten. En mijn vrienden zijn ook Joël. Ik wil niet dat je zet me gewoon voor schut. Je gaat niet met dat pak opstappen. En ik zei, echt wel. Dat ga ik echt wel doen. Het interesseert me gereed dat er gaten in zitten. Dus ik liep zo in dat restaurant. En er komt een best wel een oude dame. En die zegt, jij, sorry, je hebt gaten in je broek. Ik zeg, ja, dat weet ik ook wel. Maar echt best wel kattig. En Jack, die kon het niet meer inhouden. Want die denkt echt... Zij loopt weer gewoon verschut. En zij denkt gewoon, nou, ze rokt het gewoon. Ik denk, ik vind het gewoon... Maar waren ik voelde het me echt zelf gaten of waren het zulke Mam, gaten? Het waren echt best wel heftige gaten. En dan heb ik het nu over 4, 5 jaar geleden. Dat ik dat pak aan had. Ik kan het ook wel laten zien. Het is echt... I loved it. En ik dacht, ik geef het gewoon niet op. Maar toen daarna, nadat die vrouw dat zei... Toen dacht ik, dit is nu wel tijd om het weg te gooien. Hoe kan je nou een pak aantrekken met gaten erin? Ja, ik heb daar nooit zo... Ja. Dat is een beetje mijn spijkerbroekverhaal. Wat ik dan gewoon gênant vind. Ja. Dat trek jij gewoon vrijwillig aan. Ja, ik heb daar dus toen destijds gewoon geen moeite mee gehad. Maar nu wel. Ja, ik heb het toch besloten om het weg te gooien. Volgens mij was ik er toen niet bij. Want echt, ik had het pak gewoon van je afgetrokken. Nee, daar was je niet bij. Nee, mijn vrienden dachten ook echt, jezus, hé. Maar ik heb dat met alles. Ik heb ook een soort t-shirt. Weet je nog van jou dat je van een Dolce & Gabbana t-shirt... met Miss International Sexy Girl Hair? Schat, dat oranje met zwart? Weet je wanneer ik dat voor je gekocht heb? Toen was je volgens mij 12. Mam, ik heb elke avond trok ik die t-shirt aan. Een Dolce & Gabbana t-shirt ook nog, hè? Als slaapt-shirt. Dat was mijn slaapt-shirt. Er kwamen er opeens gaten in. En weet ik veel wat. Ik weet dat ik hem niet weg mocht gooien. Maar het ziet er niet. Maar ik hoop dat hij nu wel weg is. Ja, ik heb hem toevallig een maand geleden weggegooid. Oh, het is echt verschrikkelijk. Ik moest echt huilen. Ja, maar jij hebt een soort van verzamelziekte, denk ik. Ja, ik denk het. Maar vooral met kleding waarvan ik denk... Oh, dit is echt mijn... Hier hecht ik zoveel waarde aan. En dan maakt het niet uit of er scheuren in zitten of whatever. Dan knoop ik knoopte gewoon dit zo bij mijn schouder. Knoopte ik het zo weer dit. Is dat een ziekte of zo? Ja, ik denk het. Ik denk dat je het wel ergens zo iets kan noemen. Dat heb ik niet voor mij, want ik gooi dat meteen weg. En ik weet echt dat mensen dat vinden. En vrienden tegen me zeiden... Gooi het nou eens weg, dat gore... Ja, het zag er ook op een gegeven moment heel goor uit. Ja, ondanks dat het schoon was, zag er echt goor uit. Ja, maar ik kon het niet loslaten. Een soort hoe zeg je dat? Een soort verslaving. Ja, dat heb ik. Nou, dus dat was wel echt... Ik ken dat t-shirt. Dat t-shirt ken jij? Ja, schat, ik ben blij dat je het weggegooid hebt. Ja, ik vraag me af of andere mensen dit ook hebben. Gewoon een soort van...
Maakt niet uit hoe ranzig het eruit ziet, maar het, je kan het niet loslaten. Volgens mij hebben kinderen dat met sommige doekjes, weet je wel? Dat je echt denkt van godverdamme, want dat ze dan niet kunnen slapen met zo'n doek zonder dat doekje. Ja. En bij sommige kindjes mag je dan ook dat doekje niet wassen. Weet je, dan zitten ja, ze dan zo moet een soort geur aan zitten. Ja, nou, ja, volgens mij heb jij dat nooit gehad, maar wel met dat t-shirt dan. Ja. Ja. Ja, nou ja, er zullen best wel mensen zijn die datzelfde hebben. Ja. Ik heb smetvrees, dus ik heb, ja, je hebt het niet voor mij. Het was wel schoon, alleen er zaten gewoon gaten, scheuren in. Vraag me af of... Kun je dat dan lekker vinden? Ja, het was gewoon met het toch ook niet fris zit uit. Een soort emotionele waarde aan. Ik weet niet hoe je dat noemt. Hm. Gek is dat, hè? Weet het niet, ja. Blijkbaar was je er heel erg aan gehecht. Ja. Nou ja, dat, gelukkig heb ik dat niet gehad. Ja, nee, dat heb ik dus. Maar ja, goed, dus... Dat was het dan. Dat was onze week, hè? Ja. Het is weer tijd voor een spelletje. Welk spelletje gaan we eigenlijk doen vandaag? Nou, feit of fabel. Oh ja. We gaan het er weer bij pakken. Wil jij het introduceren? Mannen denken iedere 7 seconden aan seks. Nou, ik denk wel, elke seconde. Ja, ik denk dat het echt een feit is. 7 seconden. Ja, ik denk ook wel. Ik heb dat volgens mij ergens gelezen. Denken jullie elke 7 seconden aan seks? We zitten nu al een uur op te nemen. Hoe vaak is dit al voorgekomen bij jullie dan? Tim? Maar heb je echt aan seks gedacht? Nee, wij moeten denken aan feit. Jij ook? Ja, maar ik denk serieus? Dat het is wel echt... Dat ik denk toch mannen niet denken elke echt... man? Toch niet iedere man? Ik denk dat de meeste mannen denken echt... Wat staat er nog één keer? Nou ja, ik weet niet of het 7 seconden, maar ik denk dat ze echt wel per dag... Feit of fabel, ja, zeg, hè? Ik weet niet in hoeveel secondes, want ik ben geen man, maar mannen denken echt heel vaak aan seks. Daarom vraag ik, hebben jullie tijdens deze podcast, we zitten hier al een uur, hoe vaak hebben jullie aan seks gedacht? Dat kan niet, mam. Je moet gewoon zeggen feit of fabel. Wat staat er nog even goed? Ik twijfel alleen over die 7 seconden. Ja, ik ook. Maar ik denk dat mannen wel per dag... Ja. Iedere dag wel aan seks denken. Ja, oké, maar wat gaan we doen? Ja, feit of fabel? Want wat is precies de zin? Mannen denken iedere 7 seconden aan seks. Ik weet niet of het 7 seconden zijn, maar ze denken wel iedere dag. Ik denk misschien toch fabel, want 7 seconden is echt... Gaat het echt om de 7 seconden? Dan zou je eigenlijk denken dat je de hele dag dus alleen maar over seks denkt. Mannen denken de hele dag aan seks. Ja, maar dan echt dat je echt alleen maar denkt aan seks de hele dag. Ook tijdens werk of whatever, dat aan het sporten zijn. Ja. Ja, maar ik denk om de 7 seconden... Ja? Nou, het zal me niks verbazen als het een feit is. Ja, okay, zeg jij dat... fabel, zeg ik feit. Ja. Kom op. Oké, dan is het fabel. Fuck, fabel? Ja, mannen denken seconden... iedere 32 minuten aan seks. En vrouwen iedere 60 minuten. Ja, zie je. Want 7 seconden is echt Oké, maar ik wist wel dat mannen iedere dag aan seks denken. Ja, oké. Dus iedere 32 minuten? Ja. Ja, maar dat is best dus logisch. Over een dag genomen? Man, weet je wat 7 seconden is? Dat is niks. 7 seconden betekent dat jij dus echt continu... Nou, je hebt genoeg mannen die seksverslaafd zijn. En die gewoon iedere seconde ja, maar van het de zou dag... Bijna mama, het zou bijna betekenen dat als je nu met je oma zit... dat je dan ook eens aan seks denkt. Dat is toch heel raar? Ik denk niet om de 7 seconden. Daarom dacht ik die 7 seconden... Oké, maar ik wist wel dat mannen vaak aan seks dachten. Ja, dat is zeker waar, maar ik twijfelde over die 7 seconden, maar Ja, maar zo strikt. Het is heel... Een strikvraag, maar vrouwen denken gewoon ieder uur aan seks, hè, staat hier. Denk jij ieder uur aan seks? Nee, niet ieder uur. Ik ook niet. Nee, vooral maar de gemiddelde vrouw denkt echt ieder uur aan seks. Ja, blijkbaar, man. Ik kan me dat niet voorstellen. Werken die dan? Je moet toch wel tijd aan... Misschien is ze wel een hele knappe collega. Ja, weet jij veel? Dat ze daarmee fantaseren. Denk je dat mannen, dat als ze naar hun werk gaan... en ze hebben een knappe collega... dat ze dan elke, 32 minuten... denken, daar zou ik het wel mee willen doen. Ja, maar van mannen zou ik het me niet verbazen. Dat ze een seksuele fantasie hebben. Mm-hmm. Ik denk dat mannen dat wel veel vaker hebben dan vrouwen. Ja. Of dat ze dan echt kunnen misschien wel fantaseren over diegene. Vrouwen kunnen dat ook wel. Ja. Maar ik denk iets minder dan een man. Ja, dat denk ik wel. Een soort testosteron. Dus jullie hebben gewoon tijdens deze podcast 2 keer aan seks gedacht. Is het nou ook zo dat als je... Of is dat ook een feit of fabel dat je naar mannen hun handen kijkt... en dat je dan ziet... Wat voor maat ze hebben. Jij zegt dat het niet zo is. Ik denk het niet. En toch zit dat zo in ons systeem... dat vrouwen altijd dan naar de handen van een man kijken. Of de schoenmaat. Of de schoenmaat. Hoe groter de schoenmaat, hoe groter... Ja, maar is dat een feit of is dat een fabel? Ik denk dat ik weet een fabel het niet. Is. Omdat het zo vaak zeg maar voorkomt dat iemand dat dan tegen je zegt... dat je bijna bent gaan geloven. Ik denk dat vrouwen dat gewoon willen geloven.
Ik denk dat ze gewoon, maar dat, is, dat lijkt mij niet waar. Ik heb een vriendin die kan echt raden hoe zeg maar iemand geschapen is. En ze heeft het 9 van de 10 keer heeft het gewoon goed gehad. Nee. Ja, echt. Oké, klaar. Maar het is best logisch. Want... het is echt zo. Het is gewoon een talent van haar. Ze kan gewoon door het broekje heen kijken. Ze heeft een sfeertje. Ze kan, ik weet niet hoe ze het ziet. Wow. Ja, echt. Wat? Ja, echt. Het is gewoon een gave. Bizar. Ja. Die ken ik dan weer niet. Zo'n vriendin. Nee? Nee. Ja, ja, dat is dan denk ik meer in mijn leeftijdscategorie. Ja, ze heeft zoveel ervaring gehad, denk ik. Dat ze in het broekje kan kijken. Ja, nou, maar ze ziet het ook aan handen en zo. Ja. Maar volgens mij een bobbel in een broek, dat stelt ook niet veel voor, hoor. Hey, kijk, dan. Nou, maar weet je wat ik het wel... Ik weet nog heel goed een keertje... ik wil het geen date noemen, maar gewoon een vriend. en toen op een gegeven moment komt hij gewoon met een witte speedo. Oh. Een speedo. Nou, dat is gewoon zo'n turn-off. Oh. En dat je dan nog zeg maar op het strand moet gaan liggen, waar andere mensen ook zien dat hij een witte speedo aan heeft. Nou echt, ik dacht ik ga onder het bedje liggen. Ik kan niet aan. Maar dat je überhaupt zelf denkt dat dat aantrekkelijk is voor een vrouw. Nee, toch? vind ik helemaal niet. Heb je wel eens een speedo aan? Van ballen knijpen bedoel je? Godverdomme. Ja, nee, en dan nog met zo'n touwtje dat je hem zo strak aan kan trekken. Nou echt, kill me. Nee, ik vind het ook echt verschrikkelijk. Maar hoezo denken mannen dat dat echt aantrekkelijk is voor een Ik denk dat om dat te niet, zien. Ik denk dat niet heel veel mannen in Nederland echt ballenknijpers aan hebben. Maar in Spanje heb ik er aardig wel wat gezien. Ik denk dat de meeste Italianen, wat ik zo zie, die houden echt van speedo's. Ik vind dat onbegrijpelijk dat je dat aan kan trekken. Ik zou me als ik een man zou zijn, zo ongemakkelijk bij voelen. Ja. Ook maakt niet uit hoe je geschapen bent. Klein of groot, gewoon het feit dat het allemaal zichtbaar is. Ja. En wit helemaal. Ik dacht, please, ga niet het water in. Please, ga niet het zwembad in. Alsjeblieft, ik bestel wel wat te drinken, te eten. Als je maar blijft liggen waar je ligt. Want dan zie je... Dat is echt... Ja, dan zie je alles. Dat kan echt niet. Nee, ik vind maar dat je er niet, gewoon zenuwachtig van wordt, ken je dat? Ja. Nee, ik vind dat ook niet aantrekkelijk. Nee, hoeft bij mij ook zeker niet te gebeuren zo. Ja, nou ja, genoeg over de speedo's. Ja, genoeg. En het gaat er dwalen helemaal af. Over het feit van... Ja. Oké, ik moet even weer gereset worden. Want ik zit helemaal in een verhaal, in een film. Dus we gaan door naar de campagne. Hey you. Nou, Joël, we zijn weer aangekomen bij een van onze favoriete reclameblokjes. Ja. En dat is Hey You. Hey You. En waarom vinden we dat zo leuk? Omdat onze favoriete televisieserie, de Real Housewives of Beverly Hills, online staat. Maar nu heb je er ook eentje in Dubai. Ja, sinds 2 juni. De 11e stad die ze nu gebruiken. Ja. Die ze gebruiken. Ik ben heel benieuwd of die ook hetzelfde is als die van Beverly Hills. Ja. Ja, en het zou heel leuk zijn als er ook eentje in Amsterdam komt. Ja, dat zou superleuk zijn. Waarom is het zo lekker om naar te kijken eigenlijk? Het is ik vind het sowieso omdat alles zeg maar in Beverly Hills een beetje over de top is. Ja, alles is dus extra. Alles is heel overdreven. Dus alles wat ze doen wordt zo groot uitgemeten. Ja. Dus als ze ruzie hebben, hebben ze ook mega ruzie. En het staat zo ver van je bedshow dat het gewoon heerlijk is om naar te kijken. En als je nog geen abonnement op Heyu hebt, dan kan je ook nu een gratis... proefabonnement afnemen. Dus je kan lekker gratis kijken. Ja, heerlijk. Ik kan niet wachten. Ik vind het een heerlijke serie. Woehoe. We zijn weer bij ons laatste rubriek gekomen. Ja. En dat is vertellen aan Estelle en Joelle. Ja. En we hebben een DM binnengekregen. Die ga ik oplezen. Kijken wat er staat. Hi Estelle, mijn dochter van 19 draagt soms wel erg uitdagende kleding. Hoe kan ik haar subtiel duidelijk maken dat dit niet handig is? Zonder al te veel over te komen als een bemoeiel. Groetjes, Manon. Mm. Mm. Dus ze draagt pittige kleding. Ja, de moeder ik denk vindt het een... niet heel leuk. Ze wil het subtiel overdragen van... Hey, rustig aan ermee. Of kleed je even. Maar dus niet dat ze dan te bemoeierig overkomt. Daar komt het op neer. Ja. Nee, ik denk dat is wel lastig, want dat zijn allemaal fases, denk ik. En ik snap wel dat een moeder dat niet leuk vindt als een dochter dan te bloot gekleed gaat of te pittig, weet je. Dat is nooit leuk voor een moeder. Nee. Maar daar heb je ook wel een beetje een soort van gradaties in. Als jij uitgaat en je hebt een beetje een laag decolleté, is het anders dan dat je een soort van half naakt overdag
op straat loopt of naar school gaat. Maar ik begrijp het wel. Ja. Alleen ik denk wel dat het een fase is en dat ook gaat weer overgaat. Weer ja. Want hoe meer je gaat zeggen, het mag niet. En hoe meer ze het gaat doen. Hoe vaker ze dan extremer worden en dan nog meer. Mm-hmm. Om een soort van anti-reactie. Dus ik zou het bijna nog gewoon aanmoedigen. Dan gaat die fase sneller voorbij als dat je het tegenhoudt. Dat denk ik tenminste. Ja. Heb ik dat ook wel eens bij jou gedaan? Nee, want ik was nooit heel uitdagend gekleed. Volgens mij niet. Nee, dat valt wel mee. Ik ben altijd wel een beetje tomboyachtig geweest. Ik vond het wel leuk om gewoon een t-shirt aan te trekken. En gewoon van die lelijke laarsjes. Ja, maar en een spijkerbroek. Ik denk als jij dan zeg maar overdag of naar school zou gaan met een te laag topje of een te kort rokje. Ja. Weet je, dan zou ik dat ook niet echt leuk vinden. Want dan. Het is niet alleen ziek. Uitdagend is, maar het is ook hoe er naar je gekeken wordt. Weet je wel? Je krijgt een soort van stempel. Vooral als je naar school gaat of naar een universiteit of iets, weet je. Maar oké, stel je voor, ze zou wel iets willen zeggen tegen de dochter. Nou ja, ik denk dat ze dat dan ook wel geprobeerd heeft, subtiel. Alleen, ik denk dat het averechts werkt. Ik denk dat je het bijna gewoon, als het dan zo is, dat je het bijna beter kan aanmoedigen. Aanraden is afraden en katten is kopen. Dat werkt eigenlijk beter dan dat je zegt, je moet dat niet doen of je mag het niet doen. Mm-hmm. Dan gaan ze het gewoon vaker doen. Ja. Dat denk ik tenminste. Dus ik zou gewoon, ik zou juist het andersom doen. Dat ja, zou wel ik doen. Hè? Ja. Ja, ik zou ik vind gewoon, wel dat de zou het juist bijna aanmoedigen. Nou, dat ja, nee, weet ja, niet. Ik jij wel. Want hoe meer, daarom zeg ik ook, nou, aanraden is afraden, katten is kopen. Hoe meer ik zeg, niet doen, je mag het niet aan. Nee, oké, dat snap ik. Maar ik vind niet, ik zou het misschien niet per se aanmoedigen. Maar ik zou het wel gewoon laten misschien. En dan zie ik wel vanzelf wanneer ze het door heeft. Hè? Van, dit is het niet. Of ja, dit maar moet en, je niet doen. En het ligt heel erg ook aan de mensen die ze om erheen heeft. Ja. Ik denk als je vriendinnetjes of vriendinnen waar je mee omgaat ook zo gekleed gaan, dan is het moeilijk om dan zeg maar anders gekleed te gaan. Want dan is het net alsof je niet meer in dat groepje hoort. Ja. Ik denk dat het ook is. Ja. Of zorgen dat ze andere vriendinnen krijgen. Nee. Maar ik zou daar. Nee, het is sowieso een fase, dat denk ik wel. En dan anders, ja, misschien ook niet. Maar ik denk dat ze er wel achter komt van, dit is misschien toch niet helemaal mijn stijl. Ja, ik denk een soort ook identiteitscrisis of zo. Ja. Ja, mijn advies is, ik zou het bijna gewoon nog aanmoedigen ook. Ja. Misschien is het handig als Manon gewoon zelf ook pittige kleding gaat dragen. Ja. Dan krijg je dat hotter than my daughter. Ja. En dan kijken of die dochter dat, ja, die of haar dochter dat dan ook zo leuk vindt. Ja, die vindt het echt niet leuk. Dat je het gewoon omdraait. Dat kan ook nog. Ja, dat kan. Ja, zo kan je het ook doen inderdaad, ja, Manon. Ja. Dus dat is, ja, ik zou even gewoon beide proberen. Ja, out of your comfort zone. En gewoon trek even gewoon een kleding outfitje aan van je dochter, whatever. Ja. Als het past. En dan gewoon, hé, zo, oké, schat, ik ga even boodschappen doen. Ja, kijk of jij dat ook zo leuk vindt om zo de deur precies, uit te gaan. Zo kan je dus het ook Manon, spelen. Ik denk dat we hebben nu twee antwoorden gegeven. Ja. En, maar wacht even. Nou. Heb jij ooit wel eens een beetje pittig kleding, outfitjes aangehad? Vroeger, dat oma naar je keek, dat ze dacht, nee, wat doe jij nou weer? Nee, niet echt, niet ordinair. Ik was altijd wel een beetje het klassieke meisje. Ja. Ja, echt, ik droeg ballerina's. Oh, ja. Dus ik denk niet dat daar iets nee, niet was. Niet dat ik een raver was of zo. Nee, ik was altijd heel klassiek gekleed. Ik vond het altijd leuk. Ja, ik een beetje de Blair. Ja, de Blair. Van de Blair Waldorf. Ja, een beetje Blair. Dus nee, daar hoefde mijn moeder zich geen zorgen om te maken. Hmm. Oké. Okay. Daarentegen mijn zusje, die had een soort gabberfase. Die droeg dus Australian pakken, dat je echt dacht van wow. En die wilde dus dat onderkant van haar haar wegscheren. Oh, nou, dat was voor mij echt gewoon dat ik dacht, wat? En ik had zo'n lange vlecht met zo'n lint door mijn haar. Helemaal klassiek. En dat belletje. Echt, zij is echt het spoorbijster. Dus ja, je ook, was ook een beetje rond die leeftijd. Dan gaan ze een beetje een ander pad op. Ja, dus het is een fase. Ja, ik had ook wel een beetje meer tomboy fase. Ja, maar wat jij wilde ik net niet ook de zei onderkant van je haar wegscheren. Nee, als een soort gabber. Maar ik vond het, weet je, ja, het liefst heb ik nog zo'n bomberjacket aan en een petje op of whatever. Ik was echt een beetje okay, boys. Maar dat vind ik nog wel heel leuk. Ja, maar ik had meer moeite met een jurkje aandoen dan echt. Snap wat ik bedoel? Ik ben helemaal niet zo'n ballerina meisje geweest. Ja. Voor mijn gevoel niet. Ik wel. Ja. Zo zie je, maar dus iedereen heeft zo zijn eigen stijl een beetje. Ik vond het leuk. Ik hield gewoon van classic. Classic girl. Nou, in ieder geval, Manon. Dus Manon, ja, dus dit zijn eigenlijk advies wat we jou mee kunnen geven. Ja. Nou, dat zijn er toch wel een paar geweest. Zeker. Nou, we willen je hiervoor bedanken.
Ja, en, ik vond het een leuke vraag. Ik ook. Zeker interessant. En ik hoop dat er, ja... Nou, mocht er nog meer vragen komen, laat het ons dan weten. Stuur ons een bericht of een DM op Instagram. Op Estelle en Joelle All In. En volg ons op TikTok en Instagram. En abonneer vooral op ons YouTube-kanaal. Ja. Toch? En laat het ons weten als jullie vragen hebben. En die kunnen we in ons podcast bespreken. Ja. Nou, ik vond het heel leuk, mam. Jij? Ik ook. Ik heb weer wat geleerd. Ja, ik ook. God. Nou, tot de volgende keer. Bye.